Ja, de ontlading was natuurlijk groot, maar we beseffen ook dat we nog twee matchen moeten spelen, dus er is nu niks zeker. Alleen vandaag mogen we wel even blij zijn en feest vieren, denk ik. Ja, zo'n ontlading is heel moeilijk te omschrijven. En ik ben als coach heel fier op iedereen binnen de ploeg en de staf en de club wat ze vandaag neergezet hebben, want het was een heel moeilijke omstandigheden. En dat we dit tot een goed einde kunnen brengen hebben, stemt mij enorm tevreden en heel fier. Een heel spannende match. We komen 1-0 voor en de tweede helft beginnen we denk ik iets te onrustig, iets te slap. Nou, hun scoren in 1-1. Ze krijgen nog een grote kans op de 2-1. Gelukkig valt hij niet. En ik denk daarna dan zijn de kansen voor ons. En moeten we eigenlijk 3-1 maken, zodat het niet meer zo spannend is. Maar ik hoorde juist ook dat bij Brugge ook spannend was tot de 88ste minuut, 85ste minuut. En totdat Jente er eigenlijk in kwam. Toen zei hij van, ja, het staat 4-2, dus maak je daar niet druk over. En dan was het nog 5 minuten. Alles geven en bikkelen voor de overwinning over de streep te halen. Voorzet van Heijmans en de goal. De goal aan de tweede paal van opnieuw Louis Verstraeten. Zijn tweede van de voetbalavond. Het was Sinani die de bal achteruit legde voor Heijmans. Voorzet in één tijd. Schitterend effect op. Hij maakt gewoon zijn tweede goal en komt op 1-2. Ik moet ook eerlijk zijn, de boodschap en de positieve berichten van de Beveren supporters vandaag heeft ons wel een hart onder de riem gestoken. En daar wil ik hen ook voor bedanken, want dit heeft wel voor een boost voor de spelers ook gezorgd, ook voor de staf om dit tot een goed einde te brengen. En daar wil ik ze ook voor bedanken.